De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, moedigt haar leden aan naar eigen inzicht de protestmanifestatie van morgen te ondersteunen. De leden hadden volgens de organisatie hierom gevraagd. Het geeft de VSB aan in een persbericht. Volgens het bericht willen de VSB-leden tijdens het overleg met de regering een scherper standpunt innemen wat betreft het huidig beleid. Ze zijn ontevreden over de afspraken tussen de VSB en de regering. Die hebben namelijk niet tot de gewenste resultaten geleid, zegt Stephen McAndrew, directeur van de VSB. Wat de leden precies willen, dat zullen we ze binnenkort vragen op een algemene ledenvergadering. Maar ze vinden niet dat we door moeten blijven gaan op dezelfde voet. Overleg na overleg voeren met de regering, waaruit toch geen concrete resultaten voortvloeien. Leden willen nu resultaten zien, omdat ze net als iedere andere Surinamer de gevolgen van deze zeer ernstige crisis waarmee Suriname op dit moment geconfronteerd is, merken. Wat vindt de VSB trouwens van de acties van de vakbeweging? Wel, de VSB, het bestuur als zodanig, heeft begrip voor deze acties. We hebben geen mandaat van onze leden om deel te nemen aan de acties. Vandaar dat we ook zeggen dat leden vrij zijn om te bepalen wat ze willen doen. Maar we zullen op korte termijn een algemene ledenvergadering beleggen, omdat de roep van de leden steeds luider wordt en we toch wel moeten inspelen op de verlangens van onze leden. McAndrew zegt verder dat leden te maken hebben met verhoogde kosten van ondernemen. Ook is onder meer de rentevoet van de banken omhoog gegaan. Het zaken doen in Suriname is ontzettend duur geworden. Een aantal leden heeft ook aangegeven dat als de crisis zo doorgaat, zij genoodzaakt zullen zijn de deuren te sluiten. We weten wel dat bedrijven, een aantal bedrijven, behoorlijk aantal zijn gesloten in de afgelopen maanden. Gelukkig nog geen leden voor de VSB. En dat geeft misschien aan dat de leden van de VSB misschien iets stabieler zijn dan andere bedrijven. Maar nogmaals, de ademruimte voor het bedrijfsleven is veel kleiner geworden dan het vorig jaar was. Dus ook leden die toen nog konden overleven, die zitten nu ook met het vraagstuk van sluiten of nog door blijven gaan. Uiteraard hebben we in het verleden gezegd dat we leden zullen aanmoedigen om zo lang als mogelijk door te gaan, omdat we toch wel beseffen dat naast een product of dienst die de leden leveren, het ontplooien van economische activiteiten ook zorg draagt voor werkgelegenheid in Suriname. En het wordt vaak genoeg toch wel door regeringen, en daar praat ik over op een volgende regeringen, vergeten dat het bedrijfsleven, als je het alles bij elkaar neemt, toch nog steeds zorg draagt voor de grootste werkgelegenheid in Suriname. Ja, de overheid is de grootste werkgever, maar de overheid kan nog steeds niet tippen aan het aantal arbeidsplaatsen in het, waarvoor het bedrijfsleven zorgt. Stephen McAndrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. De vereniging moedigt haar leden aan naar eigen inzicht de protestmanifestatie van morgen te ondersteunen. Het VSB-bestuur houdt binnenkort een algemene ledenvergadering over de stappen die moeten worden genomen.